Goeiedag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Flora en Fauna. Ik ben Mariska Bemermans en ik werk voor de Stichting Dierenbescherming Suriname. Zoals je hoort ben ik een beetje verkouden, maar ik ben een van de velen op dit moment in ons mooie Suriname. Het heerst een beetje de griep. In ieder geval, dat laat ons niet weerhouden om vandaag op pad te gaan en een interview te doen met mevrouw Monique Pool van Green Heritage Fund en met mevrouw Marijke de Boer over de oceaan, de zee van Suriname. En dat is natuurlijk heel erg interessant. Dus we gaan even kijken wat die dames daarover te vertellen hebben. Ik sta hier met Monique Pool van Green Heritage van Suriname en met mevrouw Marijke de Boer. En wij staan hier eigenlijk vanwege een heel leuk boekje en ook vooral een heel mooi boekje wat pas is uitgebracht. En het gaat over de zee van Suriname. Dus om te beginnen, mevrouw Pool, hoe is het boekje tot stand gekomen en wat is de rol van Green Heritage daarin? Ja, wij zijn al lang bezig om meer bewustzijn te kweken bij de mensen over de oceaan, omdat de oceaan zo'n belangrijk iets is voor de mens, voor de hele planeet, voor het klimaat, voor alles en nog wat, voor ons eten, et cetera. En een van de dingen die we wilden was een leuk boekje over de zee van Suriname. En binnen een project hadden wij dat gedaan gekregen, dat we daar financiering voor hadden. Het boekje wat we beoogd hadden was eigenlijk zo'n vertaling worden. Mm-hmm. En dat ging toen niet door in verband met rechten en zo. En toen zei ik tegen Marijke, Marijke, kan jij niet een boekje schrijven? En toen zei Marijke, nou ja, misschien wel, ja. En dat is toen blijven liggen eigenlijk de hele tijd. En toen op een gegeven moment zei ik tegen Marijke, ik moet mijn project nu afronden. En toen kwam ze met dit hele mooie boekje. Dus, en het boekje is dus vooral eigenlijk ook gebaseerd op onderzoeksgegevens. Op foto's die zijn gemaakt tijdens een onderzoek. En op een onderzoek wat loopt over de zee van Suriname. Ja, dus Marijke, en daar gaat ze zelf mee over vertellen, is veel aan boord geweest. Van schepen die in de Surinaamse zee zijn geweest. En daaruit heb ik heel veel geleerd. Ik zeg altijd, zij is mijn ogen op zee. Mm-hmm. En het leek ons heel leuk om samen zoiets te maken. Ja. Marijke, je hebt het boekje, je hebt hard meegewerkt aan het boekje. Ik hoorde net dat de foto's ook zijn gemaakt door jou tijdens je onderzoeken. Eventjes vooraf, wat wordt er precies allemaal onderzocht op de zee van ons? Nou, ik ben marinebioloog en mijn expertise is met walvissen en dolfijnen. Mm-hmm. Dus mijn taak aan boord was echt om te kijken, wat zwemt er nou eigenlijk in de zee van Suriname? En dat is niet alleen walvissen en dolfijnen, maar waren ook haaien en ook zeeschildpadden en roggen. Bijvoorbeeld de mantarog. Mm-hmm. Dus ik sta de hele dag gewoon buiten op het dek. Mm-hmm. En ik kijk of er tekenen van zeedieren zijn. En als ik ze dan zie, dan probeer ik het zo goed mogelijk te documenteren. Volgens ook wetenschappelijke protocollen. En vooral kijken naar het gedrag en naar de identificatie van de soort. We hebben heel veel soorten van dolfijnen en walvissen in Suriname. Oké, dat is wel goed nieuws. Maar zijn er dan ook heel veel dieren? Van die dolfijnen bijvoorbeeld, want we doen toch al jaren volgens mij onderzoek, of in ieder geval Green Heritage is daarmee belast. En moeten we bang zijn dat die dieren aan het verdwijnen zijn, net zoals wat we zien bij de zeeschildpadden bijvoorbeeld. Wat is opgevallen al tijdens dat onderzoek? Nou, wat wel opvalt is dat de diversiteit heel erg hoog is, maar voor eigenlijk standaard voor equatoriale tropische wateren zijn de dichtheden niet echt heel erg hoog. Mm-hmm. Maar je moet gewoon juist net met geduld wachten totdat je echt in een hotspot terechtkomt, mm-hmm, waar opeens alles samen is en dan daar zit het eten dan. Okay. En dan kun je echt wel groepen van honderden dolfijnen zien. Okay. En ook wel grote groepen walvissen. Wauw. Ik wist wel dat er sowieso dolfijnen waren. Ik ben ook vaker mee geweest op die trips. Walvissen heb ik nog nooit gezien. Een rogje zie je af en toe. Dus eigenlijk is er heel wat leven in onze zee rondom de Surinaamse kust. Ja, heel veel. En ook mooie verrassingen. Mm-hmm. Dingen die we toch niet echt verwachten. Vorige week is er nog een walvishaai gezien. Oh, wow. Op zee. Ja. Dat is een hele grote haai van wel bijna 10 meter lengte.
En ja, omdat er zo weinig bekend is, kan ik nog niet zeggen van hoe staat het met onze zeezoogdieren. Mm-hmm. Dat is een puzzel die we pas nu gaan ontdekken. Oké, dus dat is eigenlijk nu aan het begin van dat onderzoek. Want over dolfijnen wordt eigenlijk wel van alles verzameld. Daar is toch wel al meer over bekend, bijvoorbeeld? Ja, Oké, de dolfijnen gaat maar om één soort, de dolfijn. Aha. En dat is de dolfijn die het dichtst bij ons leeft. En dat is de Guyana-dolfijn. Dat is de dolfijn die in de rivier komt. Maar er zijn heel veel andere dolfijnen, en die heb ik ook nooit gezien, maar rijken wel, die ook nog voorkomen bij de kust van Suriname en in het zeegebied. Ja. Okay. Ik begin al bijna jaloers te worden, want ik denk, ik zie inderdaad dolfijnen voor de rest bijna nooit. En nu blijkt er zoveel in onze zee te zitten. En ik denk dat eigenlijk net zoals met de dolfijnen en ook de schildpadden, dat natuurlijk blijft gelden dat we dat ook moeten koesteren. Hè? Dat we ook ervoor moeten zorgen dat dat leven er blijft. Hoe belangrijk is dat eigenlijk voor Suriname? Om het te beschermen? Ja, nou, ik denk heel belangrijk, omdat het ook voorziet in voeding, veel proteïne. Mm-hmm. En als je dat op de verkeerde manier exploiteert, als je er verkeerd mee omgaat, dan kunnen die verdwijnen. Dan kan die voedselbron verdwijnen. Mm-hmm. Daarnaast is het heel belangrijk voor zuurstof, voor het klimaat. Dus er zijn zoveel redenen waarom de oceaan goed behandeld moet worden voor onze mensen. Ik denk dat gewoon heel belangrijk is. Ja. Maar die reden. Gewoon omdat de oceaan zo bijzonder is. Ja. Maar hebben we ook tips? Want ik denk dat heel veel mensen helemaal geen idee hebben van hoe moet je dat leven nou beschermen. Want we gaan toch vissen en weet je, dat is eigenlijk bijna normaal. Dus waar moet je dan aan denken als je eraan denkt van we moeten onze zee beschermen met het leven erin? Nou, dan denk ik aan het eerste. Stop met rietjes gebruiken. Gebruik geen plastic zakken meer. Plastic zakken, die zien we als ze in het water drijven uit als kwallen. Mm-hmm. En dat is het voedsel van zeeschildpadden. Je kan je voorstellen dat één zak is goed om dat dier dood te laten gaan. Dus een mooie uitdaging voor de kijkers zou zijn als ze beloven voor een jaar lang geen plastic zakjes meer aan te nemen in de winkel. Mm-hmm. Dat is iets wat we heel erg promoten. Mm-hmm. Dat kan ook makkelijk, want je kan een tas meenemen van thuis met je boodschappen erin. En het lijkt op iets wat niet gerelateerd is aan de oceaan. Mm-hmm. Maar ze moesten eens weten hoeveel plastic er in de oceaan terechtkomt. Er is een voorspelling nu van wetenschappers dat bij 2050, als we zo doorgaan, zonder ons gedrag te veranderen, dus is er meer plastic in de oceaan dan vis. Dus dit is een goede motivatie en een goede actie om een stukje oceaanbescherming te kunnen doen. Anders moeten we straks plastic vissen en dan moeten we dat gaan eten. Dus blijkbaar. Maar het is inderdaad zeer schadelijk, want alle afval van ons wat in het water terechtkomt, dat kan gezien worden door die dieren als eten. En ze kunnen daarin stikken, ze kunnen er gewoon van raken, et cetera. Ja. Het komt ook in hun lichaam terecht, omdat het zo fijn wordt uiteindelijk, microplastic. Mm-hmm. Het integreert zich in hun vlees en zo. En wij krijgen dat weer naar binnen. Ja, dus, lijkt me ook niet heel erg. Nee, precies. Dus er zijn vele redenen gewoon waarom je geen plastic meer moet gebruiken. Oké. Ja. Dus bescherming van onze zee begint bij hou het schoon en laat je afval niet slingeren. En gebruik, produceren ook niet zoveel afval precies. Dus eigenlijk. Maar Rijke, je hebt hele mooie foto's gemaakt. Zag ik eigenlijk wil ik dat boekje graag hebben. Maar voor wie is het boekje eigenlijk bedoeld? Voor mensen in Suriname. Mm-hmm. Ik heb het boekje eigenlijk geschreven. In het begin is een beetje educatief karakter over wat is een zee en wat zijn stromingen, wat is getij. Mm-hmm. En wat voor zee hebben we hier in Suriname. Mm-hmm. En daarna zijn er allemaal verhaaltjes in om de verschillende gezichten die wij op zee zien, om die wat nader toe te lichten. Dus mm-hmm. Het is een mooie bron van informatie om leuk door te lezen en te leren over onze zee en dan te helpen met de bescherming van onze zee. Dus eigenlijk iedereen die geïnteresseerd is überhaupt in de zee en het leven in de zee, zou het eventueel leuk kunnen lezen. Ook voor studenten specifiek? Ja, zeker ook voor studenten. Ja. Oké. Dus ik heb begrepen, het onderzoek duurt nog voort, toch? Dus je bent nog niet klaar met de onderzoekingen. Kunnen mensen mee? Want ik wil dat zeeleven natuurlijk ook wel zien. Hoe doen we dat? Hoe kunnen we dat? Hè? Want nu geef je door dat boekje gezicht. En natuurlijk, we kennen al de dolfijnentours in Suriname, waarbij
waarbij we ook wel inderdaad erop hameren dat ze dat milieuvriendelijk houden en dat ze het leven niet verstoren. Maar hoe kunnen mensen zoals ik nog meer leven aanschouwen in de zee? Of is dat eigenlijk echt iets wat je gewoon moet laten? Dat dat gewoon het beste is en wat je met foto's moet bekijken? Ik denk dat het nog een beetje onrijkbaar is, maar dat is vooral omdat we nu nog leren wat zit er en waar zit het. Mm-hmm. Dus we kunnen nu nog niet echt voorspellen en zeggen van ga daar en daar en daar naartoe. Het is ook allemaal best ver weg op zee. Oké. Dus, het is niet echt in de kust. Zo van ik pak een bootje en ik ga eens even kijken. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat het er is. En dat het allemaal voor onze kust is. Ja. En dat we eigenlijk toch de boodschap weer er allemaal aan moeten werken om het intact te houden en te beschermen. Ik denk dat dat echt een main issue is. Ja. En in ieder geval, als je het gebruikt, dat op een duurzame manier te doen. Ja. Nee, maar er is veel plastic op de wereld, dat weten we al. Oké, heel erg bedankt voor dit korte interview. Ik ga dadelijk even in dat boekje neus, want ik ben toch wel echt heel erg benieuwd naar al die mooie foto's en al die gezichten van de zee. En nog heel veel succes met het onderzoek en met het project wat loopt. Ja, dankjewel. Dankjewel. En alsjeblieft. Dankjewel. Ik ben zo blij. Ik ga meteen lezen. Thank you. Okay. Dit was een heel kort, maar heel interessant interview over onze zee, de zee van Suriname, over de dieren die zich in die zee bevinden. Eigenlijk een flink stuk uit onze kust, zodat we dat natuurlijk niet elke dag tegenkomen. Maar ik heb heel veel dingen gehoord wat ik nog niet wist. Ik ben zeer benieuwd naar het fotomateriaal en om het boekje te lezen. En ik ben in ieder geval vast voorgenomen om te helpen om onze zee schoon te houden, want ik wil graag dat al dat mooie leven er blijft bestaan. Dus dan maar wat minder afval produceren, dan maar wat beter verwerken. Maar laten we die mooie dieren, de gezichten van de Surinaamse zee behouden. Oké, ik ga daarmee aan de slag. Ik ga me inzetten voor onze oceaan en ik hoop u ook. Dus misschien tot de volgende keer, hopelijk wel. En tot die tijd, wees ook lief voor onze oceaandieren.